Het wordt vandaag 35 graden, is de voorspelling. Het is te warm voor alles. Maar hier onder de bomen is het best wel te doen nog. En ik dacht wat ik zou kunnen doen, wat helemaal geen prioriteit heeft. Maar ja, er is verder weinig anders wat ik leuk vind om te doen nu. Is het schoonmaken van de schuurdeur en hem gaan bijten. Want hier zit allemaal groene aanslag op. Dus die kan ik gaan schoonmaken en schilderen. Zodat dat stukje daar, dat is een hele andere kleur dan dit. Dat dat dezelfde kleur wordt. En hierachter, daar is het afdakje wat ik laatst heb afgebroken. Dus dit moet gewoon, dat gaat aangepakt worden en dat gaat uiteindelijk mooier worden. Dus ik denk als ik de achterkant alvast doe, en dat is ook een beetje wat je vanuit het pleintje kan zien, vanuit het veldje kan zien, dan kijk je hier tegenaan, dat dat wat mooier eruit ziet. Ik weet eigenlijk nog niet of het gekke werk is of niet om dit nu aan te gaan pakken omdat het zo warm wordt. Maar ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En of het lukt. Het droogt wel snel. Dat is het voordeel. Dus we gaan het zien. Ik heb niet echt een idee hoe ik dit ga doen. Maar ik denk dat ik hem eerst droog ga schrobben. En dan met water. Zodat het zo min mogelijk water kost. Misschien werkt dat. Ik had nog een hele oude schrobber gevonden in de schuur. Dus die doet hier goed dienst voor. Maar het is nog wel zwaar werk hoor, om dit er allemaal af te schrobben. Maar goed, wat wel mooi. In de tussentijd is ook een bamboe raamgordijn binnengekomen. Die had ik besteld omdat het zo ontzettend heet wordt de komende dagen. En als je dat van de buitenkant dan een beetje kan dicht doen. Zorgen dat de zonlicht niet te veel binnenkomt. Dat scheelt heel erg in de temperatuur binnen in huis. Het wordt wel een beetje donkerder. Maar het scheelt echt enorm in de warmte. Voor de beesten ook wel fijner als ze daar liggen te slapen. En dan weer verder met het schoonschrobben van de schuur. Elke keer dan verkijk ik me op een klus. Dan denk ik, oh, dat doe ik eventjes. Maar voor je het weet ben je weer een paar uur verder. In dit geval, met het schoonmaken. Eerst het droogborstelen, dan het schoonmaken en dan het spoelen. Ik denk iets van 4 uur. Ik ben moe, ik moet vanavond weer werken. Maar dit kan nu drogen en dan kan ik morgen of overmorgen gaan schilderen. En dan komt er een tijd en dan is het gedaan. En dan ben ik weer blij. Dit moment ben ik vooral moe. En warm. Dus ik even lekker douchen. De volgende dag ga ik weer verder met de schuurdeur. En in eerste instantie ga ik alle beschadigingen repareren. Dus hier en daar zijn er wat scheuren of planken zitten los. En nou ja, probeer ik maar zo goed mogelijk op te lossen. Maar ja, van het een komt het ander. Dan blijkt meer reparatie nodig dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Maar het is allemaal op te lossen. Dus gelukkig komt dat wel goed. Scheelt dat hij helemaal van hout is. Hè? Daar kun je wat aan timmeren. En dan het bijten. Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Het is een kwestie van schilderen. Het is best warm inmiddels. Ik ben extra vroeg opgestaan, maar het is zwaar werk. En ondertussen vallen de mussen van het dak. Nou, flauw grapje. De kippen die liggen heerlijk in de zon te zonnebaden.
En ik maar doorwerken, natuurlijk. Want ja, dan moet het, als je eenmaal begonnen bent, moet het ook af. Hè? Dat gevoel is er dan ook wel. De nok is het meest vervelende, want daar kom je wat lastiger bij. Maar de zijkant later was ook vervelend, want dan wil je eigenlijk al klaar zijn. En wil je het afmaken, maar ja, die laatste loodjes, die wegen dan zwaar. Klaar. Het is niet helemaal dezelfde kleur geworden, zie je dat? Daar zit gewoon een andere bijts onder, een andere kleur onder. Een bijts is natuurlijk niet dekkend, maar toch wel een heel stuk beter. Vandaag was het 37 graden. En ik moet vanmiddag werken. Ik ben extra vroeg opgestaan. Het is nu 11:30. Ik stop ermee. Ik ga mijn handen schoonmaken. Kijken. Maar ik ben in ieder geval mijn dag goed begonnen. Dat voelt wel goed. Nou, rustig aan. Eventjes. Ja. En dit is op mijn werk. Het is een paar dagen later en ik heb inmiddels al mijn groepen, al mijn cursussen zijn achter de rug. Er komen geen lessen meer deze zomer. Dus ik ben hier om de laatste restjes weg te stoken en op te ruimen. Dit is in de ovenruimte. Gaan een paar laatste ovens aan, zodat het werk niet heel kwetsbaar staat te wachten deze zomer. Op de cursisten die dan na de zomer weer terugkomen. Dat het in ieder geval al gebakken is. En we hebben daar meerdere ovens staan. Omdat het nu niet meer zoveel is, dan is het voornamelijk het kleine oventje wat aangaat. Ik heb wel eerder een keer opnames willen maken van mijn werk en hoe het er daaraan toe gaat. Maar ja, ik kan dat natuurlijk niet doen als er allemaal andere mensen in het lokaal zijn. Vanwege de privacy. Dus ja, dit is een iets legere bedoeling allemaal, maar zo krijg je wel een beeld van wat mijn werk inhoudt. Ik werk hier al 22 jaar en ik heb vooral in de afgelopen 3 maanden heel veel extra uren moeten draaien om al mijn lockdown, verloren uren die ik in de lockdown heb opgelopen, om die weer weg te werken, want anders dan zou ik deeltijd ontslag krijgen en dat wou ik voorkomen. Dus ik heb ontzettend veel gewerkt de afgelopen tijd hier. En ik ben ook wel toe aan een beetje vakantie. Hoe leuk het ook is om les te geven en allemaal mensen te zien. Dit was een beetje te veel in combinatie met ook de verhuizing. Dit is de glazuurruimte. Meestal maak ik aan het eind van het jaar al die yoghurtbakjes die je daar ziet staan op het aanrecht. Daar zaten allemaal restjes glazuur in en die doe ik op het eind van het jaar vaak allemaal bij elkaar, zodat er één grote restglazuur, recycleglazuur, ontstaat. Die we dan in het komend cursusseizoen weer kunnen gebruiken. Zo hoef je nooit echt veel stoffen door de gootsteen te spoelen. En ik vind het idee van recyclen ook altijd wel fijn. Maar goed, hier moet natuurlijk wel het meest gepoetst worden. Zorgen dat alles wat schoon is, dat ja, dat we in ieder geval voor het volgend jaar. Ik vind het zelf ook fijner dat je net wat opgeruimd en leger achterlaat. En dat ik niet zo hoef na te denken bij het opstarten van het volgend cursusseizoen. Dat je dan nog veel voorbereidend werk hebt. Dus, en het is het apparatuur goed schoon achterlaten. Dus hier ben ik de glazuurspuiten aan het doorspoelen. Want als daar glazuur in blijft staan of kleine restjes in blijven staan, dan koek dat helemaal vast en dan heb ik daar volgend jaar weer last van. Volgende cursus. Dus ja, dit zijn een beetje de werkzaamheden die je op het eind van het seizoen, tussendoor ook wel hoor, maar vooral op het eind van het seizoen, wil je een beetje met een gerust hart de zomervakantie ingaan, dat je dat goed achter kan laten. We zitten hier op de 3e verdieping, dus het is best wel heet geweest in de afgelopen tijd met al die zon. Dat was haast niet te doen, maar inmiddels is het weer een beetje aan het regenen, dus dat is wel fijn. Zoveel mogelijk proberen af te koelen. De draaischijven, die stopcontacten gaan eruit. Ja, alles is een beetje leeg en stil. Het is heel vreemd om op deze manier in het lokaal te werken en zorgen dat alles
ja, opgeruimd en georganiseerd is. Maar dat was het dan. En de zomer, de rust van de zomer, of rust, nou ja, in ieder geval geen lessen deze zomer, is ook wel heel erg fijn even. Want ondertussen bezwijken we toch wel een heel klein beetje door de hitte. Het gras die is vrij geel en ook in de plantenbakken, de pompoenen, die staan er allemaal een beetje op apengapen bij. De pompoenen en de aardappelen. Volgende keer weer meer. Dit was het voor deze keer. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens. Groetjes!